Nou, de allereerste keer op de werkvloer, ik denk, ja, toch wel gek. Je moet natuurlijk weer, we hebben natuurlijk nieuwe procedures waar je aan moet houden. Hoe was je eerste vlucht eigenlijk weer na de coronatijd? Ja, top. Ja? Ja, het was helemaal niet wennen eigenlijk. Ik kreeg hem in mijn rooster in één keer. En ik durf eigenlijk niet ervan uit te gaan dat hij doorgaat. Want ja, het is al zo vaak dat het langer duurt. Ja. Maar hij bleef maar staan en toen gingen we echt opstarten eindelijk. En toen was het echt zo fijn om weer gewoon aan boord te staan. Dat ik echt dacht van, oh ja, dit is echt, gewoon, dit wil ik echt gewoon blijven doen. Ik ben wel blij met het plexiglas, maar ja, je hoort wel dingen slecht. Ik ben wel een beetje doof, dat heb ik wel een beetje gemerkt. Dus af en toe moet ik even dichterbij. Wat zegt u? Nog een keer herhaling hoor. In het begin moesten wij nog allemaal ook achter het plexiglas een mondkapje op. Dus het was eigenlijk een beetje dubbelop, want en de passagiers hadden het, en dan heb je een plexiglas en wij ook nog. Maar omdat het volume daarvan ook gelijk iets zachter klinkt. Ik ging de eerste keer aan de baan en ik moest gewoon schreeuwen. Ja. Tegen die mensen bijna. En ik praatte al niet zo zacht. Dus dan vond ik het al, ik vond het al heel bizar dat mensen mij dan nog steeds niet hoorden. Gek. En dan moest ik net niet bijna schreeuwen. En aan het einde van de dag had ik toch nog een beetje een soort van last van een strotje. Want ik denk, nou, ik heb zoveel energie gegeven nou. Mijn eerste vlucht, ja, toen was Griekenland net weer open. Dus heen hadden we volgens mij iets rond de 50 mensen. Maar terug hadden we maar 2 passagiers. Dus dat, maar het is zo raar om zo'n heel toestel en dan maar 2 mensen te zien zitten. Dat doet stiekem wel een beetje pijn in je groene hart. Ja, nee, ik heb niet in een plexiglas dat ik mijn haar goed doe. Ja, ik wel. Ja. Ja, ik hoef niet meer op te staan. Ik hoef niet meer naar de wc te lopen. En als ik dan even de kans heb en dan komen er wel weer mensen aan, dan zit ik net een beetje... Ja, zit het allemaal goed, ja. Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet kon slapen. En ja, dat gevoel dat je dan op de luchthaven loopt naar het vliegtuig toe, dat... Ja, dat is ook top. Ja, ja, dat is wel echt een gevoel dat je denkt van, ja, ik ben weer thuis, ik ben er weer. Iedereen was ingestapt en dat je helemaal klaar bent voor vertrek, weet je wel. Dat moment dat je dan gaat zitten en dan even wacht van, oké, we gaan de baan opdraaien en gas. En toen dacht ik wel echt van, ja, het is echt zo vet dat je gewoon in een vliegtuig werkt. Ik bedoel, hallo, ja. Ik kan je dat wel even voordoen met dat plexiglas, hij is dan schreeuwt tegen mij. Doe je normaal ook, maar dan als passagier zijnde. Oh, ja. Passagier zijnde. Zou ik uw paspoort en boardingpas mogen zien, alstublieft? Wat zeg je? Dit is gewoon een periode die, waar we met z'n allen gewoon even doorheen moeten bijten. We slaan ons hier wel doorheen. En wij zijn niet het enige land die ermee te maken heeft. Of de enige regio of stad. We zitten erin met de hele wereld. Ik probeer de toekomst positief te zien. Alleen ik merk wel dat ik er toch super onzeker van ben. Jij helpt mij altijd daarin. Want jij bent echt die positieveling die altijd zegt van, oh ja, je moet je niet zo druk maken en het komt goed. Nu zitten we ergens in een tunnel. Ja, we weten niet waar het licht is, maar aan het einde van die tunnel is er licht. Ik heb er wel vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen. Ja. Ja. Ik denk wel dat het heel veel tijd gaat kosten, heel veel. Ja, en dat we echt nog wel gaan schommelen met aantal vluchten per dag en bestemmingen. Ik weet dat het een lange tijd gaat duren, maar ik zie het wel positief in. En dat iedereen weer kan gaan doen wat diegene leuk vindt. Maken wij het beste van met elkaar. Mooi gezegd. Oh, fijn. Dat is weer een quote voor op Insta. Ja. Eigenlijk heeft iemand gewoon even een samenwel in zijn leven nodig die de positieve kant altijd belicht, in welke situatie dan ook. Ik heb nog niemand tegen mij gezegd. Oh.